Leuk dat jullie kijken naar weer een nieuwe video van Equitality. En dit is de laatste video van dit jaar. We wouden eigenlijk een beetje een soort video maken met throwbacks naar wat er allemaal is gebeurd het afgelopen jaar. Leuke dingen en minder leuke dingen, maar gewoon even kort samengevat. Waarschijnlijk zeg ik nu kort, maar wordt het weer langer. Recap, want het leek 2020 lijkt voor mijn gevoel niet echt bestaan te hebben. Nee. Maar aan de andere kant is er ook zoveel gebeurd, dat het echt weer helemaal echt een bizar jaar geweest. Voor iedereen natuurlijk, maar er is ook zoveel wel gebeurd. Ja. Dat ik eigenlijk een beetje verbaasd was toen we helemaal die... Ja, we gingen even een lijstje samenstellen met... het is allemaal niet, het is niet zo'n lijst, maar het zijn wel gewoon belangrijke gebeurtenissen of veranderingen in ons leven. Ja. Die gaan we met jullie bespreken. We gaan denk ik geen volgorde aanhouden, want... Nee, we gaan niet op volgorde van gebeurtenissen. We gaan gewoon wat er in ons brein opkomt. We beginnen met Yellow. Die hebben natuurlijk niet dit jaar gekocht, maar... dit jaar is er wel superveel gebeurd met Yellow. En positief eigenlijk alleen maar. Want eigenlijk alle eerste dingen hebben we gedaan met Yellow nu. Ja. Als in eerste keer erop, eerste keer het bos en eerste keer over een hindernis. Ja. En ook best wel verspreid over het jaar. Dus niet alles in één keer. Ja. Of, nee, we hebben best wel rustig. Ja. En nu zitten we op het punt dat we gewoon lekker eigenlijk een soort schema aan moeten gaan houden. Dat het voor haar ook een ritme gaat worden. Ja, dat ze gewoon wendt aan dingetjes die soms nog spannend zijn. Of... Yellow heeft deze week namelijk wel iets uitgefroten. Ja, dat zien maar jullie. Dat zien jullie in de volgende video. Ja. Maar ik ben eigenlijk best wel, als ik erop terugkijk, is het best wel snel gegaan. Allemaal met weinig tegenslagen. Natuurlijk heb je altijd wel dat het ook iets minder gaat. Maar met Yellow is het eigenlijk zo dat het elke keer die keer daarna weer beter ging. Dus niet dat je heel lang bleef hangen in dat we niet meer wisten wat we moesten doen. Eigenlijk ging het gewoon best wel goed. Ik mag niet klagen in ieder geval. Nee, zeker niet. Nee, ik denk dat het heel braaf is tot zover. Ja, de puberteit kan altijd nog komen, maar tot zover mag wel gewoon blij zijn. Ja, ik ga eentje kiezen. Onze start aan TikTok kies ik. Want wij wilden niet op TikTok. Nee. Allebei, ernstig heel niet. Heel irritant. Echt, ik snapte echt niet wat daar leuk aan was. Nee. Die mensen die elkaar allemaal nadeden en gewoon... En alle verhalen ook inderdaad die je van iedereen hoort, dat het gewoon heel kinderlijk was. Ja, ook elke keer als ik dan zo'n TikTok filmpje zag, vond ik het gewoon... Ja, net heel, niet grappig. Heel naar of zo. Ja, zo cringe. Ja. Maar toen dachten wij, weet je wat, we melden ons in elk geval aan, we claimen onze naam en dan zien we wel of we er wat mee gaan doen. Ja, als we er dan iets mee willen doen, dan kunnen we dat in ieder geval vanuit onze eigen naam doen. Dan hebben we dat voor Equitality ook erbij geclaimd in ieder geval. Dus, Maar toen hebben we de app gedownload en kwamen we in de stroom aan filmpjes. En bleek het eigenlijk heel anders te zijn dan wat ik ervan verwacht had. Ja, dat je ook gewoon gericht op jouw interesses en welke filmpjes je grappig vindt, dat je daar helemaal in terecht komt. En dat je dan soms ook filmpjes tegenkomt dat je denkt, oké, ik wist niet dat dit bestond. Ik wist niet dat er zulke mensen bestonden. Maar ik heb ook best wel veel geleerd eigenlijk van TikTok. Want soms dan gaan mensen denk ik van die life hacks uitleggen of echt dingen die je gewoon... Ja, gewoon algemene kennis dingetjes ook. Ja. En ik vond het best wel geinig, want ik heb best wel wat domme dingen, maar ook best wel handige dingen geleerd van TikTok. Ja. Maar ook heel veel nutteloze video's gezien en daar hebben wij ook zeker aan bijgedragen. Ja, de helft van de tijd gaat het helemaal nergens over en dat is juist gewoon soms even... Juist heel fijn soms. Ja. En op dit moment, we hebben TikTok nog geen jaar. Ik denk dat we zijn tijdens de eerste lockdown hebben we het aangemaakt. Ja, zal ik kijken wanneer onze eerste video was? Is in maart, dacht ik. Ja, we zitten nu in ieder geval op 124,3k en 2,8 miljoen likes. En dat is, ik vind dat best wel veel jaartijd. En het is of nog geen jaartijd. Ja, het is ook heel grappig hoe je op TikTok weer een hele andere doelgroep hebt dan op Instagram of YouTube. Dus het is gewoon heel leuk om het erbij te doen. En, omdat het gewoon... en wat ik ook leuk vind op TikTok is dat er heel veel mensen uit de rest van Europa op onze video's kijken. Dus dat zijn niet alleen Nederlanders. Voor degenen die zich afvragen waarom wij die video's in het Engels maken, dat is dus omdat 50% van onze volgers op TikTok niet Nederlands is. Dus dan is het voor iedereen gewoon te begrijpen en anders kun je ook gewoon zeker op de vertelknop drukken. Oh, sterker nog, 25% van onze volgers komt uit Nederland. Dat betekent dus dat 75% op een ander deel van de planeet woont. En ik vind dat heel erg leuk omdat we dan juist op Instagram is op zich ook tweetalig, want je kunt het vertalen en mensen volgen je dan gewoon meer voor de foto's, denk ik. Ja. En op YouTube is het weer gewoon dat mensen je volgen voor de video's en in ons geval gewoon hoe we zijn. In het
echte leven. In het echte leven. In het echte leven. Dus dan is het een beetje lastig als je in een andere taal dat moet doen. Want dan gaat de spontaniteit een beetje eraf. En op TikTok is het juist heel leuk dat we nu dan... ook een andere groep mensen treffen inderdaad. En ja, ik vind de interactie die daar ook weer op gang komt. Want de kijk van mensen kan ook heel anders zijn op een bepaalde situatie. Omdat zij bijvoorbeeld niet gewend zijn aan hetzelfde klimaat. Of Engels gereden paarden, weet ik veel. Dus zo krijg je heel veel verschillende reacties. En besef je ook eigenlijk in één keer dat niet alles is zoals wij het hier hebben. En dat is ook heel leuk dat je dan zo in gesprek raakt. En dat die mensen dan het waarderen. Dat je dan uitlegt hoe het hier gaat. En dat ook leuk vinden om te zien. Ja, dus. En dat ook bij hun een kijkje kunnen nemen. Ja, ik vind het een hele leuke app. Volgende item, jij mag weer kiezen. Mag ik er één kiezen? Stan. Ja, Stan, dat was me wel een... We hadden het eigenlijk niet verwacht, denk ik, dat hij ineens zo uit de hoek zou... Nee, dat hij een ettertje was, dat wisten we wel. Daarvoor hadden we, want we hebben er ook van tevoren wel over nagedacht, willen we wel een hengstje. Ja, dat was gewoon de bedoeling dat hij gecastreerd ging worden natuurlijk. Ja, en in het begin ging het heel goed. En maar... ook omdat hij met spoed toen een plekje nodig had, daarom heb jij eigenlijk ook voor hem gekozen toen. Ja, en... Er wordt heel vaak gevraagd, heb je foto's en zo, maar die heb ik nog niet. Nee, maar... je hebt wel contact met de vorige eigenaar, of de nieuwe eigenaar bedoel ik toch? Ja, ja. En de vorige ook. Ja, de vorige ook. Ja, dus eigenlijk is het, uiteindelijk ben ik heel blij dat we de keuze hebben gemaakt. En doordat het overal zo goed gaat, ja, heb ik eigenlijk niet meer het gevoel van, ik vind het jammer dat hij weg is of zo. Ik vind het gewoon goed zo. En dan komen we dus gelijk op... dat we dit jaar gewoon 2 nieuwe ponies aan Equitality hebben toegevoegd. Eentje heb ik toegevoegd en die andere... is ook aan jou toegevoegd. Ja, maar wel op deze manier. Ja, er is dus iets nog gebeurd wat Sanne niet weet. Hallo. Hoi, ik ga Nicolette eruit. Nicolette. Dus dat was wel, aan de ene kant, het was heel dubbel, omdat Stan natuurlijk, het voelde een beetje alsof ik hem zo had ingeruild. Terwijl het eigenlijk gewoon natuurlijk beter was voor iedereen. En... maar het voelde ook zo, omdat je gewoon, omdat mensen daar een oordeel over hadden. Dus dat, dan ga jij je schuldig voelen, ja, dat vind ik altijd heel vervelend. Dat jij je schuldig gaat voelen, omdat andere mensen eigenlijk niet volledig bekend zijn met de situatie en daar dan op gaan oordelen. Dat is dan nog soms wel het lastige aan... het YouTube, social media gebeuren. Maar terwijl het dus inderdaad gewoon voor iedereen beter is, ook voor Stan. Ja, daar staat een goede plek nu toe. Ook voor Yellow, want Yellow had er ook best wel veel last van. Ja, klopt. Die is ook een stuk rustiger. Ja, en die twee dames zijn gewoon echt Hero en Peanut, maar dan jong en... maar ook de groep is inderdaad, ze zijn met z'n drieën zijn ze echt een hecht clubje. En ook al hebben ze vanaf het begin geleerd, je kunt ze alle drie apart uit de wei halen meenemen en wat gaan doen. Maar deze staan ook altijd samen en Yellow en Stan die konden elkaar echt niet lucht op zien. Ja, die stonden dan ook gewoon helemaal apart aan de ene kant van het weiland en Stan dan aan de andere kant. En als ze dan wel samen in de buurt kwamen of daardoor aankwamen, gingen ze gelijk ruzie maken met elkaar. En Stan werd ook echt een paar keer gewoon flink... Ja, Yellow wou Stan ook echt niet in de buurt hebben. En op deze, het laatst niet meer. Nee, deze Bambi die loopt soms echt zo onder Yellow door en die geeft echt helemaal niks om. Die gaat niet aan de kant of zo, die blijft gewoon zo staan. Maar beter dat dus dan een paard, een pony die de hele tijd van alles wil en ruzie maakt. Dus En deze zijn echt heel lief, tot zover. Ja, dus aan de ene kant was dat een negatief ding, maar toch ook wel weer... Er is ook wel iets heel moois uit voortgekomen. Ja. City is best wel een groot hoofdstuk van 2020. Want we mochten weer beginnen met rijden en haar weer oppakken met de training. Ja. En daarbij liepen we natuurlijk tegen best wel wat problemen aan. En dat zagen we natuurlijk aankomen, dat wisten we. Dat, we hadden überhaupt niet verwacht dat we dat ooit nog zo... Dat we zouden kunnen rijden en dan als je eenmaal aan de gang bent, dan moet je ook nog zien wat er nog weer uit gaat komen. Dus wat ik heel erg merkte aan het begin van het jaar was dat ik heel erg voorzichtig bleef. Dat ik dacht ook wel geen pijn doen, ook hoop niet dat ze ergens last van heeft, ook hoop niet. Maar aan de andere kant... ze is volledig nagekeken en gescand en er was ook een goedkeuring gegeven. Dus soms moet je ook ergens doorheen. Ja. Want is het even moeilijk en alles is stijf en vervelend. En is het eventjes niet zo leuk om die paar trainingen te doen om weer soepeler te worden. En daar hing ik een beetje tegenaan in het begin. Zeg maar dat ik dacht, ik weet niet zeker of ik hem moet
doortrainen nu. Of dat hij echt ergens last van heeft. Of straks mis ik iets. Of straks verpest ik iets. En dan blijf je zo in die cirkel. Ja, dan blijf je zo voorzichtig. En niet echt beter. Nee. En toen hebben we natuurlijk later dit jaar... Nou ja, we hebben eerst heel wat lessen thuis gehad. En uiteindelijk hebben we ook bij Bas de Recht hebben we nog training gehad. En we hebben springlessen gevolgd. En eigenlijk nu ik ook weer iets meer lef krijg. Nou, ik merk dat City echt weer begint te groeien. Zit ook veel meer vooruitgang in. Ik merk nu echt elke dag dat ze een stapje beter gaat. Want dat er net een beetje meer uit kan gehaald worden. Ja, en dat ze ook weer lol heeft. Want in het begin wou ook echt niet. En dat snap ik ook zo goed. Want ze vond mij heel stom nadat ik elke dag die wond had schoongemaakt. Dat zo. Is nog steeds wel soms als je haar wil pakken uit de wei. Dan is dan denk ik zo, nee, ik wil niet met jou mee. Moet weer met dingen doen. Wat ga ik vandaag doen? En nu zie je dat als je met haar de bak in gaat. Helemaal in het begin was ze ook heel bang met opstijgen en zo. En dan vloog ze weg. Ja. En nu gaat ze echt... Nu gaat ze gewoon gelijk fanatiek aan het werken. Ja. Dus echt dat hele slome gaat er een beetje af. En dus, ik zie echt heel veel groei. Maar ook bij haar dat ze het zelf weer leuker... Dat ze weer een beetje lol krijgt en alles. En daar ben ik echt heel blij om. Maar dat is ook omdat we dan... Tenminste, bij heel veel verschillende mensen nu aan het... Van iedereen nemen we wat mee. Verschillende trainingsmethoden. Dat je ziet dat het wel kan, zeg maar. Dus dat is wel... Ja. En je ziet ook dat... Want ze heeft natuurlijk nog steeds therapie. En we zien dat niet... Of we filmen dat natuurlijk niet altijd. Maar... dat gebeurt op de achtergrond ook nog steeds. En het zadel hebben we weer een paar keer laten aanpassen. Omdat ze natuurlijk best wel weer veel veranderd is. Maar... Het is ook nog gebeurd. Echt, alle paarden hebben een nieuw zadel volgens mij gekregen. Ja, dat klopt. Ja. Maar, wat ook weer zeggen. Oh ja, nee, maar dat zie je dus ook. Dat ze steeds makkelijker door die behandelingen komt. Dat ze ook echt lichamelijk beter begint te worden. Ja, dat zei Amber de vorige keer ook. Dat je dat heel goed kon zien. Ook in haar lijf. Dus dat betekent dat de training ook ergens... Ja. Het gaat ergens goed. Want anders dan lukt het natuurlijk niet. En daarvan wordt het ook alleen maar weer leuker. Dus zijn wij ook weer fanatieker. Maar 2021 betekent natuurlijk ook wat voor City. Ja. Ja, het andere groot... Ja, dit was natuurlijk het iets minder leuke. Ook wel positief natuurlijk uiteindelijk. Ja. Maar het echt hopelijk positieve is dat City dit jaar... Drachtig geworden is natuurlijk. Ja. En dat heeft heel wat pogingen en heel wat geld gekost. Het was nog wel even spannend omdat we dan... Ja, we hadden ons er zo op verheugd en langzaam zagen we de hoop vervagen. Ja. Maar gelukkig het laatste rondje van het jaar. Ja. Deze nog even wat de bedoeling was. Ze deed toch nog mee. Ja. En dat is natuurlijk, we krijgen wel een laadveulen, maar ik ben echt super benieuwd en ik hoop... Gewoon in ieder geval gezond veulen, verder maakt het niet uit. En voor degenen die niet weten wie de vader is, jullie kunnen natuurlijk de video's van Begijn hoeven checken in het i'tje. Ja, dat is ook super leuk aan deze... Ja, het is eigenlijk een soort samenwerking, maar helemaal niet zoals we dat normaal doen. Nee. Het is gewoon omdat we, zeg maar, we hebben het veulen natuurlijk, het veulen is natuurlijk van ons. Van Iris. Maar van veulen, mij. Het is van mij. Het veulen hoort gewoon bij ons. Maar dit was allemaal niet gelukt zonder de Begijnhoeven, zonder Rob en Tommy. Want die hebben gewoon elke keer weer gezegd van, gaan door tot het lukt. We sturen nieuw zaad naar jullie. Laat dat paard nou eens zijn best doen. En ze waren ook zo begaan en betrokken bij het hele proces. En dat was echt hartstikke leuk. Dus hopelijk binnenkort weer een video dat we bij... de vader langs kunnen of dat we iets gezamenlijk kunnen doen. Ja, maar daarvoor moeten de grenzen eerst open. Ja, we hadden hele leuke plannen voor Vlogmas om samen met Rob en Tommy ook wat video's op te nemen. Maar dan komen we gelijk bij een ander hoogtepunt misschien. Ja. Even lekker aan elkaar gebreid. Lekker. Dan komen we nu namelijk bij waarom zijn wij niet naar Rob en Tommy gegaan? Corona! Wij kregen corona dit jaar. Ja, we konden er niet omheen. We wouden eigenlijk beginnen met 2020. Was echt een stom jaar, corona. Maar we dachten, we gaan eerst even met de rest beginnen. Niet klagen. Nee, we hebben best een leuk jaar gehad. Ja, maar op de valreep hebben we nog even dit jaar afgesloten met corona. Zelf het hebben van corona. Ja. Ja, dat is natuurlijk niet grappig. Nee, we lachen nu wel, maar dat was absoluut niet grappig. Het was, we mogen gelukkig, zijn we niet heel ernstig ziek geworden. En hebben gewoon thuis uit kunnen zieken. Maar het was zeker geen... nog steeds is het niet heel leuk en fijn. Nee, en je ziet ook... ik vond het heel lastig altijd in te beelden wat je je voor moest stellen als iemand corona had. En je hoort natuurlijk wel de klachten. Ja. Maar als je het dan voelt... ik vond het toch anders dan dat ik dacht dat het zou zijn. Ja. Ik weet niet of dat zo heel lullig klinkt. Maar ik had het gewoon meer aan een griep vergeleken. En dat is het niet. Maar, of in elk geval voor gezondere mensen.
ja, omdat het gewoon niet... Je ziet het hele jaar voorbij komen en elke keer denk je... Ja, op een gegeven moment hoor je het zo vaak dat je denkt, ja, het zal wel. Ik ga wel gewoon verder bij mijn eigen dingen en ik pas me wel aan alle regeltjes en ik hou rekening ermee. Maar verder heb ik nooit bij stilgestaan hoe kut het zou zijn om corona te hebben. En toen mochten wij nog eventjes proberen hoe het was. Nou ja, en ik kan me ook voorstellen dat als je een slechtere weerstand hebt of je hebt al iets onderliggends, ja, dat dit echt heel heftig is. Dat dit dan echt hele pittige. Dus tot zover ons corona verhaal. Ja. Wil je onze hele quarantaine zien? Check dan ook even iets. We zijn in ieder geval blij dat we er weer een soort van uit zijn. Ja. We slapen nog steeds heel veel. Ja, en we hebben nog geen smaak terug en zo. Maar nee, goed, dat is allemaal het minst erge van wat je zou kunnen hebben. Ik zelf vind het eigenlijk heel fijn om het niet te hebben. Maar zij wel is echt gek. Zij is gek. Maar dat wisten ze al. Om dan maar even door te gaan op iets minder leuks, zodat we hopelijk kunnen afsluiten met iets goeds. Laten we eerst even stilstaan bij alle paarden die in 2020 overleden zijn. Dat zijn er best wel wat in de mensen die wij kennen, minder bekende mensen die wij kennen. Ja, de minder bekende mensen in de paardenwereld. Ja, de minder bekende mensen in de paardenwereld en mensen die dichter bij ons staan. En eentje daarvan heb ik ook een video over gemaakt, dat is Bo. Ja, en Bo, daar heb ik een hele poos op gereden, maar Bo kende ik al jaren. En een vriendin van mij was dus de eigenaresse van Bo. En nadat ik mijn rug had gebroken, vond ik het heel spannend om weer op een paard te gaan zitten. En Bo was echt de meest brave goedzak ever. Dus mocht ik gebruik maken van Bo en heb ik die dus een hele poos, 1 tot 2 keer in de week, mogen rijden om weer een beetje dapper te worden. Ja, dus Bo is eigenlijk wel het paard wat jou weer... Ja, Bo heeft mij weer aan het rijden gekregen. Ja, zeker. Dus daarom was die ook echt wel waardevol. Of echt wel waardevolle herinneringen aan hem. En daarom verdiende die ook een plaatje op ons YouTube kanaal. Dat mensen toch eventjes een soort eerbetoon eigenlijk. Aan Bo. Ja. Ja, en nog iets minder leuks, wat wel een beetje heftiger was eigenlijk. Maar wat wij niet met jullie gedeeld hebben. Nee. Het is sommigen van jullie wel opgevallen, maar niet, we hebben daar eigenlijk niet op geantwoord. Nee. Maar we hadden het net over die vriendin van mij. Nou, daar hadden wij een gezamenlijke vriend mee en die vriend kwam ons lesgeven. Ja. Eigenlijk mij al jaren en het laatste jaar denk ik ook. Met jou, ja, ik denk al dat precies een jaar inderdaad dat ik ook... Dat we elke week les hadden. Dat ik weer ben gaan lessen überhaupt ook. Want dat heb ik ook een tijdje niet gedaan. Het was altijd maar een beetje van dat halve, maar nooit echt les. Nee, precies. En toen ben je wel met Roos gaan lessen. En daarna heb je ook hulp gehad met het zadelmaak maken van Yellow. Ja. Want ik vond dat zelf een beetje spannend om te doen. Maar ik heb er wel ervaring mee. Maar ik was ergens ook bang dat ik... iets net niet helemaal goed. Ik wou het gewoon zo goed mogelijk voor Yellow. Ik wou zeggen, je hoeft daar helemaal niet per se iets achter te zoeken, maar het is gewoon... Nee, het was gewoon fijn dat even iemand meekeek. Ja. Toch? Ja. Ja. En onze vriend en instructeur is dus overleden in september, dus dat is 3 maanden geleden. Ja. En dat was heel plotseling en onverwacht. En dit is ook een reden dat we dit niet met jullie gedeeld hebben, eigenlijk omdat we dat... niet nodig vonden. Nee, en hij was ook iemand die niet echt... hij was wel in onze video's, maar niet... Niet actief in beeld. En dat wou hij ook niet. Nee, dus daarom hebben we ook niet gelijk daar een heel drama van gemaakt. Dat willen we ook niet doen. Zeker niet. Maar we wilden het toch wel even zeggen, want het is wel een heel groot stuk ook van Equitality, dat we ons blijven ontwikkelen en dat kwam wel door hem. Zeker. Ja, en ik denk ook, er is best wel veel vraag geweest waarom we soms bij bepaalde mensen een training hadden en niet meer thuis. Nou ja, daar is dus dit antwoord op. Vandaar dat we dat nu ook wel even willen uitleggen. Omdat het nu ook ietsje minder... ligt er niet op de focus alleen. Ja, precies. Dat is dus een van de redenen ook dat wij trainingen bij Wesley uiteindelijk zijn gaan volgen. Ja, want uiteindelijk moet je toch een keer door met dat. Ja, en dat was wel moeilijk. Ja, ook om wel een fijne instructeur te vinden natuurlijk, waar je goed bij voelt. Maar het voelt ook allemaal heel dubbel, want je wil niet... zomaar iemand vergeten of... Gewoon vervangen of zo. Zo dan, voelt terwijl het. Dat eigenlijk ook helemaal... Is niet zo, maar je voelt je gewoon heel snel daar bezwaard over. En de eerste paar weken heb je daar ook waarschijnlijk helemaal geen zin in gehad. En dat was het allemaal wel prima. Maar nu zijn we langzaam dus weer een beetje een weg aan het vinden in verder trainen. Ja. En omdat deze video natuurlijk geen 100 jaar moet duren en omdat we hier... we wilden dit even benoemd hebben. Ja.
denk ik dat het ook mooi is om nu door te gaan naar dan wel weer een leuk hoogtepunt. Is dat we dus wel nu springlessen hebben gevolgd. Ja. We, jij. Ik. Ja. Ja. Maar jij bent nu aan de beurt toch? Want 2021 wordt jouw springjaar. Mijn springjaar. Ja? Nee? Ja? Nou, ik wil eerst wel gewoon fatsoenlijk paardrijden. Nou, dat leer je ook wel voordat je over dit is. Maar ik weet niet of je mijn eerste springles nog weet. Maar het was dus best wel ellendig, want de bak van Wesley heeft geen omheiningen. Ja. En City die kan heel goed... ik had City nog nooit op ander terrein gereden. En City kan heel goed als ze niet helemaal aan het opletten is of niet aan de benen is, gewoon even zo een beetje de kameel doen. En ik ging echt van de ene struik naar de andere struik, want City was echt gespannen op ander terrein. En vet excited voor die hindernissen. Ik scheet 7 kleuren in mijn broek. En die hele combinatie maakte het heel lastig om überhaupt iets te presteren daar. Ja, die bak stond ook helemaal volgebouwd. Dus je moest heel goed gaan sturen. En omdat City natuurlijk nog vanuit dat ongeluk moeite had met... in haar lijf. En ja, met bepaalde bochten en bepaalde wendingen inderdaad. Ja, is dat wel een hele goede oefening geweest, want nu gaat het echt al veel beter en dat is heel leuk om te zien eigenlijk. En ik denk dat de afwisseling, City vond de afwisseling ook heel leuk. En ik zelf ben er ook heel blij mee hoor, dat ik dat toch weer overwonnen heb. En dat ik het zelfs weer een klein beetje leuk ben gaan vinden. Dus... en dat ik niet meer elke week in een struik hang. Ja, in het hek vandaag. Nee. Dus we hopen in 2021 dat door te zetten. Ja. En we willen ons blijven ontwikkelen toch? Ja. Ja, sorry dat ik... ik had verder niks meer volgens mij. 2021 is natuurlijk ook nog een beetje onzeker hoe dat gaat allemaal met de evenementen en dingetjes. Wij hopen in elk geval volgend jaar wel weer gewoon jullie ook te kunnen zien op de evenementen en shows. Dat is wel een beetje het ding wat we wel gemist hebben dit jaar. Dat je gewoon dat persoonlijke contact met jullie, die altijd naar onze video's kijken, die altijd reageren en ons zien, maar wij zien jullie. Niet, nee. En op zo'n evenement, bijvoorbeeld horse event of een kleiner evenement, denk je altijd toch wel weer, oh ja, dit is... Ja, ook heel veel mensen die natuurlijk niet reageren, maar waarbij dingen wel leven of waarbij... Ja, die dan toch even een praatje komen maken van dat ze, zeg maar, ons volgen en dit gezien hebben. En dan besef je toch wel weer dat dat is waarvoor je het doet. En, ja, en dat vind ik ook altijd heel leuk. Gewoon, het zijn altijd fijne en gezellige dagen. En ik word er altijd heel blij van om te zien hoeveel het allemaal leeft. En, daarnaast ben je wel helemaal gesloopt. Ja, daarna wel. Ja. Dat is het wel allemaal waard. Ja. Dus dat hoop ik 2021 toch wel weer een keer te kunnen doen. Precies. Nou, dat waren voor ons een beetje de belangrijkste lijnen in 2020. Ja. We hebben natuurlijk nog veel meer leuke dingen gedaan. Toch wel met mensen afgesproken op een... gepaste afstandsmanier. Het was wel gek, maar we hebben toch wel leuke dingen gedaan. Veel mensen gezien, op veel plekken geweest. Ondanks dat het af en toe door de eerste lockdown of de tweede lockdown niet kon. En we hebben op de valreep nog 30.000 volgers op Instagram gehaald. Dat vond ik ook echt... maar het komt ook door een aantal samenwerkingen die we hebben gedaan. Ja. Dus dat was natuurlijk super leuk. En we hopen dat dat in 2021 gewoon verder kan gaan natuurlijk. En dat we... weer leuke nieuwe content kunnen maken en dat we weer leuke nieuwe samenwerkingen krijgen of bestaande samenwerkingen kunnen voortzetten. En onze kwaliteit maar blijven verbeteren. Hopelijk. Ja. In dat de video's dat en in het rijden en er moet gewoon ontwikkeling blijven. Ja, dat vinden wij heel leuk. Maar daar hebben we het volgens mij in een andere video ook al over gehad. Dus daar gaan we niet te diep op in. Nee. Wij hopen dat jullie allemaal een hele fijne, ondanks dat het, het is zo cliché allemaal, maar ondanks dat dit jaar... alles een beetje anders is, dat jullie een hele fijne jaarwisseling hebben. En dat jullie allemaal wel weer een heel fijn 2021 mogen hebben. En dat dat niet is zoals we nu dit jaar hebben gehad. Nee, en ook al blijft corona waarschijnlijk nog heel lang hangen, dat we toch weer ons eigen ding kunnen gaan doen. En dat een soort bijzaak is. Dat we gewoon het beste ervan kunnen maken. Yes. En laat even weten in de comments hoe jullie dit jaar hebben beleefd. Ja, wat voor jou de hoogtepunten zijn van dit jaar en de... winpunten als je die wilt delen. En dan zien we jullie volgend jaar weer. En dat is zondag, dus we kijken allemaal zondag. Ja, want dan gebeurt er iets met Jello en Sanne. Ja, was echt leuk. Doei! Doeg!